zitten. Sla je arm om me heen en hou me stevig vast. Ja, sorry, Samuel Welte, 13 jaar oud. Ik ging bijna door je heen, joh. Je kan ontzettend goed zingen. Dank je. Heb meegedaan aan The Voice Kids dit jaar. Daar kent u hem vast van. Ja. Uit Groenekamp. En hij wil graag een talkshow gaan presenteren. Ja. Laten we die nou toevallig hebben hier op RTV Utrecht. Welkom bij u vandaag. Ja, goedenavond. Dat moeten we straks beter doen, Samuel. Ik moet niet meer door je heen zitten kletsen. Nee, nou ja, maar voor deze ene keer zie ik het dan door de vingers. Gelukkig. Wij praten zo meteen verder. Dus een mooi begin. Ja, en onze stamgast is internationaal worstelatleet Adam Al-Kandoussi. Ja, jij wilt het hebben over topvechters waar jij even aandacht voor wilt hebben. Want we hebben veel talent in ons land. Veel talent, veel veteranen. We gaan het voornamelijk hebben over aankomende periode. Er gaan wat mooie dingen gebeuren. Mooie evenementen komen weer langs. En er zijn ook mooie dingen gebeurd. Dus daar ga ik zometeen even over hebben. Even hun in het daglicht zetten. Ik ben heel benieuwd. Het is een mooi lijstje geworden. En ook vandaag in het nieuws. Hotels schieten als paddenstoelen uit de grond in Utrecht. En daar praten we over met directeur Utrecht Marketing Cor Jansen. Is dat nou goed of slecht nieuws? Het is heel goed nieuws eigenlijk. Want om even een beeld te geven. Utrecht heeft straks ongeveer een kleine 4000 kamers. En in vergelijking met Amsterdam. Amsterdam heeft op dit moment 45.000 kamers. Ja, dat is een groot verschil. Maar er is ook wat kritiek, hè? Want je hebt het over 4.000, maar het zijn er nu nog 2. Dus we hebben het over een verdubbeling. Straks praten we daar uitgebreid over verder. Maar ja, eerst dus Samuel, meegedaan aan The Voice. Ja. En toen, een paar maanden geleden, heb jij ons een e-mailtje gestuurd. Ja. Wat wilde jij graag? Ik wou graag een eigen talkshow bij RTV Utrecht. Maar ja, ook presenteren natuurlijk. En dit is dus geweldig om dit te mogen doen hier. Ben je mijn baantje? Nou, je moet een klein beetje vrezen. Ja, ik was er al bang voor. Zeg, ik heb nu al een paar keer gezegd The Voice Kids dit jaar. Laten we even kijken naar een stukje van jouw auditie. Want dat was heel leuk. Ja, ze gaan allemaal voor je draaien. Ja. Jij kiest uiteindelijk voor Ali. Nou, niet allemaal. Eentje is niet gedraaid, dat is Anouk. Anouk niet, nee. Ja, maar helaas. Maar ze klapte wel. Ja, ze klapte op het eind. Maar ja, dat is gewoon ieder. Maar ja, ik heb totaal geen spijt dat ik Ali heb gekozen. Want Ali is ook gewoon een topcoach. Hey, en hoe is het nou met jou? Want je bent in één klap beroemd. Ja, beroemd. Ik ben bekend eigenlijk, want ja, ik heb toch wel meegedaan aan The Voice Kids. En dat is natuurlijk een hele ervaring al op zo'n jonge leeftijd natuurlijk. Jullie kennen elkaar, hè? Ja, dat gaat way back, om het zo te zeggen. Ik heb Samuel worstelles gegeven. Toen was hij een stuk kleiner, om het zo te zeggen. Jonger ook. Maar dan zie je toch wel hoe het balletje een beetje rolt. Dan ga je van de worstelmat iedereen gooien en mooie worpen maken naar de beste zanger van Nederland binnenkort. Ja, hey, en jouw grote idool is George Michael. Ja. Wat ga jij allemaal doen om net zoveel succes te krijgen als hij? Nou ja, ten eerste natuurlijk bij zulke talkshows te gast zijn. Heel goed. Het is al een hele eer om dat te doen, eerlijk gezegd. En gewoon veel zingen, veel oefenen met zingen en liedjes instuderen. En dan, Dan zien we het. Zeg, dat zingen zit wel goed. Waarom wil je ook zo graag presenteren? Ja, presenteren, dat heb ik altijd al gewild eigenlijk als kleine kind. Als klein kind. En ik weet niet wat dat eigenlijk is. Maar als kind vond ik programma's als Late Night en zo vond ik al heel erg leuk. Mag je zo lang wakker blijven ook? Nou, ik keek ze terug op YouTube. Hè? Ja. Zo gaat dat tegenwoordig. Ja. Hey, grote vraag is natuurlijk, wil jij mij een beetje helpen? Want we hebben wat onderwerpen hier vandaag. En we gaan praten over hotels. Ik zou zeggen, de camera is daar. Voor jou daar. Lees de tekst voor uit de camera, zou ik zeggen. Oké, dat is goed. Hotels schieten als paddenstoelen uit de grond in Utrecht. En de komende 2 jaar komen zelfs nog 1800 hotelkamers bij. Ja, Cor.
Ja. Directeur Utrecht Marketing. Jij bent daar blij mee. Ik ben er heel blij mee, omdat het ons de mogelijkheid geeft in Utrecht om bijvoorbeeld als het gaat om de grote internationale kenniscongressen, ons te richten op een heel ander deel van de internationale kenniscongresmarkt. Dat betekent dus eigenlijk dat als je ziet dat in Utrecht een van de beste universiteiten van Europa staat, als je ziet dat daar een van de beste medische ziekenhuizen in de wereld staat, hebben we daar ook één ding bij aan te bieden. Dat zijn internationale congressen. Daar komen veel mensen op af. En dat is voor het zakelijk toerisme, zoals dat heet, heel erg belangrijk dat je daarop kunt richten. Hebben die niet genoeg aan de hotels die er al zijn? Nee. En dat heeft alles te maken met hoe die internationale markt zich ontwikkelt van de kenniseconomie. En dat is een van de belangrijke elementen. In Utrecht is er een discussie over, zeg maar, welk type toerist je eigenlijk wil hebben. En degene die wij eigenlijk willen hebben is een toerist die past bij het profiel van de stad. En dit is een enorme jonge kennisstad. Een stad ook van talent, dat zien we hier echt direct ook om ons heen. Maar elk jaar beginnen er ongeveer 20.000 nieuwe eerstejaars. En die gaan naar de hogeschool, naar de Hogeschool voor de Kunsten, naar de universiteit. Die gaan voor een deel later de wetenschap in. En langs die lijn proberen we ook Utrecht neer te zetten als de kennisstad van Nederland. Wat je eigenlijk zegt is van, wij willen congressen organiseren. We willen grote evenementen naar de stad halen. Correct. Daar hebben we hotels voor nodig, ja, met een bepaald type mensen die naar die hotels toe gaan. Klopt. Hoe heb je daar invloed op? Nou, door ook in je programmering daar rekening mee te houden. Op het moment dat jij erin slaagt om grote internationale congressen naar Utrecht te halen, komen daar mensen op af die niet in zoveel mogelijk tijd, of in zo weinig mogelijk tijd, zoveel mogelijk bier proberen achterover te tikken, maar die bezig zijn met elkaar om kennis te vermeerderen. Past bij de onderwijsstad Utrecht. Ja, nu zijn de hoteleigenaren die op dit moment al een hotel in de stad hebben niet allemaal even enthousiast. Zo'n kort tijdsbestek, zoveel kamers, ja, dat is voor ons gewoon heel zwaar en heel moeilijk. En dat is gewoon jammer. Terwijl we afgesproken, tenminste, dat had ik begrepen, dat we afgesproken hebben, dat we dat wat zouden faceren. En dan is het geen probleem. Gaat veel te snel. In 2 jaar tijd 1800 kamers erbij, zegt hij. Ja, maar dat heeft ook alles te maken. Sommige dingen gaan heel snel, dit bouwen. Sommige dingen gaan ook wat langzamer. Maar als je zoveel bouwt als in Utrecht gebeurt en er komen zoveel inwoners bij, krijg je dus natuurlijk ook een ontwikkeling rondom de hotels, waarbij dit eigenlijk een hele logische gang van zaken is. Waar Henk op duidt, en daar heeft hij gelijk in, dat als die hotelkamers volgend jaar er allemaal zijn, hebben we nog niet 1, 2, 3 al die congressen binnen. Ja. Want we zijn nu bezig om de congressen in 2023 en 2024 binnen te halen. Ja. En dat betekent dus dat je eigenlijk in 2022 een uitdaging hebt. Echter, in 2022 bestaat de stad ook 900 jaar. Oh. Dus dan komt het op dat moment mooi uit. Geweldig. Maar tegelijkertijd laat onderzoek zien dat al die kamers eigenlijk normaal gesproken niet vol te krijgen zijn. Nou, dat is niet helemaal waar. Zakelijk krijgt men ze behoorlijk vol. Dat wil zeggen door de week. In het weekend is er een uitdaging. Daar zijn we ook mee bezig om een aantal gerichte evenementen. Bijvoorbeeld voor volgend jaar hebben we 75 jaar bevrijding, gaan we aandacht aan besteden. We gaan aan 40 jaar filmfestival aandacht besteden. Kickbox evenement, grote gala. Bijvoorbeeld het grote paasworsteltoernooi is natuurlijk. Vraag aan die van een paastoernooi. Vaak heb je toch wel wat atleten dan een slaapplek zoeken. Klopt. En dat het in Utrecht gewoon te krap is. Ja, er is gewoon weinig. Nee, het paasworsteltoernooi is een van de grootste, is het grootste worsteltoernooi in Amerikanen Europa. Zullen blij zijn. Mooi. Wat vind jij ervan? Meer hotelkamers? Ja, het ligt eraan. Als het goed wordt geboekt, dan is er niks aan de hand. En dan zijn die gewoon voor mensen gebouwd. Maar wat nou als er bijvoorbeeld dat evenementen naar Utrecht toe halen, dat niet kan of niet lukt, wat dan? Nou ja, we hebben een paar. Aan de ene kant, de meeste dingen lukken wel. Hè. Volgend jaar hebben we bijvoorbeeld ook de Vuelta die daar Utrecht komt. Ja. Een groot wielerevenement, heel mooi. En we hebben volgend jaar 50 jaar FC Utrecht. Daar gaan allerlei dingen mee gebeuren. We hebben de opening van de Singles. Dat is ook een heel bijzonder evenement waarbij het water weer doorgetrokken wordt. Wordt een groot uitfeest in het tweede weekend van september. En zo proberen we die weekenden te vullen. En een andere ding is dat we ook de grootste summer school van Europa hebben in Utrecht. Daar gaan 4000 studenten komen daar. En we gaan een programma maken voor de ouders van die studenten. Zodat die ook meekomen. En die dan ook een aantal dagen meekomen. En nou, daarmee maak je een soort slag richting toeristen die je graag wilt hebben. Geen
Amsterdamse praktijken dus, Cor? Het is absoluut geen Amsterdamse praktijken, al was het alleen maar omdat Utrecht nog geen 8% van de hotelcapaciteit heeft van die van Amsterdam. En bijvoorbeeld ook nog geen 1/3 van de capaciteit van Rotterdam. Wij proberen het Utrechtse stijl te doen en dat we zeggen verbinden met de kennispartijen, verbinden met partijen als de Jaarbeurs, verbinden met Tivoli Vredenburg, verbinden met een aantal grote culturele instellingen en verbinden met de hotels, zodat die zelf ook daar regie kunnen hebben over een aantal bezoekers. Oké, we gaan het in de gaten houden hoe het zich ontwikkelt in ieder geval de komende 2 jaar in de stad. Samuel, ja? We gaan met Adam kletsen, ja, over de topsporters, maar vertel eens over hoe dat was met jullie twee. Ja, met Adam had ik toen op een Utrechtse worstelclub gezeten. Dat is Olympia. Olympia Utrecht, volgens mij. Ja. En daar hebben we samen geworsteld, hè. Ook wel soms even tegen elkaar. Natuurlijk. Ja, en toen was Adam al echt heel goed in worstelen. Nog steeds, volgens mij. Ja, ja. Doe mijn best. Ik hoop het. Ja. Ja, zo is eigenlijk hoe we elkaar kennen, is dat eigenlijk zo gevormd. Ja, want jij wilt het hebben over in ieder geval vechtsporters die het echt heel goed doen. Laten we maar gelijk beginnen, stel ik voor. Jason Wilnis uit Utrecht wil jij het over hebben. Ja, Jason Wilnis moet 26 oktober in de Glory. Hier zien we hem, hè? Ja, hier zie je hem petsen met zijn coach. En hij is echt scherp en meer dan klaar. Het is ook een jongen met echt een hart van goud. Een echte topsporter, een echte atleet is het. En buiten ook gewoon een goede maatje van me. Maar hij gaat binnenkort weer knallen. Hij moet naar Frankrijk, hè, geloof ik? Hij moet in Frankrijk tegen Donovan Wiese. Dus, maar ik geloof in Jason en de vuur in zijn ogen zeggen genoeg. Dus ik ben erg benieuwd. Ja, Utrechtse jongen waar we trots op moeten zijn, zeg je. Zeker, meer dan trots. Voormalig kampioen, dus dat zegt wel wat. Ja, Ilias Boulaïd dan. Ja. Ook heel goed. En jij wilde het volgende fragment laten zien. Oh! Ligt hij dan? Ja, vertel eens, wat gebeurt hier? Dit is een knock-out, neem ik aan. Ja, dit is een mooie. Ja. Kijk, het ligt op het strand, hoor. Het is genoeg geweest. Dan sta je niet meer zo snel op, denk ik. Nee. Wat vinden jullie er nou van als je dit ziet, Cor? Nou, iemand die top mentaal, fysiek, dus tussen de oren zit het heel goed. Zeker. En hij is fysiek heel, heel actief. En wat ik heel erg aansprekend vind, is dat hij heel proactief kickbokst. Ja. Dus heeft regie over de wedstrijd. Dat is mensen mijn beeld wat ik heb. Ja, nee, het is echt ook een jongen die heel leergierig is. Dus vanuit het woord worstelen ook samen. En dat is ook natuurlijk wat je nodig hebt in een kooi. Want het MMA is toch wel het complete plaatje. Dus het is niet alleen maar kickboksen meer. Ja. En de wil om te blijven leren, om maar beter te worden natuurlijk ook. Hè? Precies. Ja. En dat is op alle gebieden zeker zo. En dat is het juist. Een leergierig iemand. Herken jij dat van het zingen ook? Nou ja, met zingen is het gewoon... Ja, je moet gewoon veel oefenen. Ja. En dan... Oefeningbare kunst. Ja, en een goede stem hebben natuurlijk. Hè? Ja, dat is... Ja, ik kan niet zingen, zeg ik je. Ik kan niet zingen. Jouw talenten liggen natuurlijk in de ring, zou ik haast willen zeggen. Precies. Jij bent ook in Amerika geweest bij Robin van Roosmalen. Ja. Ben ik een maandje gebleven, ben ik bij hem op bezoek geweest. Ja, bezoek, trainingskamp. We hebben echt gewoon per dag 2 keer getraind. Veel geleerd, zei jij. Ook. Heel veel geleerd. En de eigenaar van de sportschool, kijk eens, ja, ik zeg altijd crazy uncles. Dat is, links is Danny Roberts, een UFC-vechter. Okay. En rechts is Robin. En dan heb ik getraind. Ja, dit is echt al genoeg over ons band onderling. Ja. wat heb jij daar geleerd? Voornamelijk het spelletje MMA. Dus kijk, ik ben een worstelaar van oorsprong. Maar toch, het MMA blijft toch wel net wat anders. Dat is eigenlijk kickboksen, worstelen bij elkaar. Dat is alles. Dan kom je uit van het kickboksen naar worstelen. En het grondwerk. En de filosofie natuurlijk daar. Ja. Bepaalde technieken. Maar vooral ervaring. Dat is wat ik vooral heb meegenomen. Ik trainde met jongens waarmee ik op de PlayStation speelde als het ware. Ja. Dus voor mij was het sowieso een soort paradijs. Ja. Een droom waar ik terecht kwam. En hij heeft me gewoon doorheen gesleurd en heeft me gewoon daar een plek gegeven. Hij zei, Adam, gewoon gaan en gas geven. En ook hij moet eind oktober, 26e ook, op de dag van Jason... moet hij zijn MMA-debuut gaan maken. In Milaan, toch? Hij vecht in Amerika. Of in Amerika? Ja, vecht hij. En waarschijnlijk Amerika, ja. En Melvin moet in Milaan. En Melvin Manhoef, dat is een speciale gast. Dat is een levende legende, een veteraan. 43 jaar, dat is... 43, ja. Ja, dat is op leeftijd in de sport, hè? Het is leeftijd zeker, maar aan hem gezien, dat is...
zijn staat waar hij nu zich in bevindt, is iemand van 26, om eerlijk te zijn. Maar wat denk je? Gaat hij het goed doen? Ik zeg het je eerlijk. Melvin klinkt heel hard en gek. Melvin gaat slopen. Ja. Melvin is echt een aparte gozer, om het zo te zeggen. Waarom? Zijn mindset, dat maakt hem apart. Dat hongerigheid, dat gretigheid, dat vuur. Dat... En maar willen presteren. Kijk, hij heeft de hele wereld al gezien. Hij heeft alles gezien in het vechten. Maar toch er staan en vlammen en jezelf zo. Ja, hij staat al op de kaart. Ja. Ik weet niet wat hij nog wil veroveren. Misschien dat hij nog planeet Mars veroveren. Ja, maar... Dat is het enige wat nog niet op het lijstje staat. Ja, maar aankomend weekend staat hij ook tegenover een bekende tegenstander. Een lange gozer. Ja, Melvin is niet zo lang van zichzelf. Maar we geloven in hem. En vooral... Hij staat er, hij is er klaar voor. Je praat heel lief over je collega's. Ja. Is het een mooie band onderling? Het is een, ja, zeker. Kijk, buiten dat we atleten zijn, dat we met respect met elkaar horen om te gaan, is het ook gewoon de dingen die we voor elkaar doen, elkaar gunnen, elkaar naar een hoger level tillen. En dat, ja, dat krijgt toch wel een aparte band mee. En die jongens, hun helpen mij en ik probeer hun weer te helpen. En zijn jongens die echt gewoon puur van binnen, geen afgunst of wat dan ook. Dat zijn echt jongens gewoon straight to the point, eerlijk. En we helpen elkaar, we eten samen, we drinken, we lachen samen. Gaat verder dan de sportschool, ja, als het ware. Dus, ja. Maar Adam, wil je misschien nog wat tegen Melvin zeggen eigenlijk? Ja, zeker. Ja, ik hoef niet veel, ik zie hem vanavond weer. Maar Melvin, welkom. Ja, wacht daar. Ja. Ja. Melvin, ik geloof in jou, je gaat knallen. Ik hoef je niet veel te zeggen, je bent een veteraan. Jij hoort mij eigenlijk dingen te vertellen. Dus zet hem op. En we staan achter. Je staat er niet alleen in die kooi. Je staat er niet alleen. Dus we zijn met jou. En tot het einde zijn we met jou ook. Dus dat is een mooi bericht voor Melvin. Tegen Bahati. Mooi. Ja. We gaan dat gevecht natuurlijk ook in de gaten houden. Ik begin een beetje me zorgen te maken, Samuel. Je doet het iets te goed. Ja. Ja. Concurrentie, hè? Ja, ik... Ja, en Bosmanat. Ja, en dan staat er ook nog op mijn briefje dat jij het programma gaat afsluiten door te zingen. Ja. En ik kan dat al helemaal niet, dus ik vrees dat je het iets te goed hebt gedaan. Ik hoop dat onze directeur niet meekijkt. Oké. Okay. Wil jij ook tot slot nog een liedje zingen voor ons? Tuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Je gaat je auditienummer doen, hè? Ja, stuur hem mij. Ja, van Dingen. Vergeet de microfoon niet. Nee, dat ga ik zeker. Heel goed. Netjes. Ik ga weer Nederland chockeren, hoor. Ali, je moet even opletten nou, hoor. Zo is het. Ja. En het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij, en de wereld draait maar door. Het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij. Zo stil in mij. Zo stil in mij. Samuel Welten, dankjewel jongen. Ja, onthoud die naam, want die gaat nog heel ver komen. Mocht je later een persoonlijke security nodig hebben, Samuel? Ja. Geef hem gillen. Dan hebben we hier. Dit was u vandaag. Morgen zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Heel graag tot dan. En bedankt voor het kijken weer. Dag.